Sta ik wel met een beetje dubbel gevoel. Aan de ene kant heel blij met deze prachtige onderscheiding, 50 jaar lid. Dat is niet niks, maar ja, ik besef ook dat ik nu, ik heb net vanavond tegen mij gezegd bij die foto, Henk, ga jij daar maar samen, jij hoort nog bij de jongere mensen, maar ik heb nu echt het gevoel dat ik bij de oude hap hoor. En, het is ook niet erg, je bent zo oud als je voelt, dus dat gaat verder prima. Ik ben in 1965 lid geworden. Mijn vader meldde mij aan met de handtekeningen van Klaas Holman van de sigarenzaak op de hoek van de Heerstraat en Zuiderdiep. En de heer Jacob Koning, ergens uit Oosterstraat, ook niet onbekend, die wilden graag hun handtekening zetten dat ik lid werd van die kwik. Als jong jongetje kwam ik wel eens bij mijn vader op het bedrijf. Die had een textielgroothandel en daar liep een voetballer rond. Die had ook wel bij Bikwik gespeeld. Speelde op dat moment betaald voetbal bij GVV. In de tweede helft al. Dat was Jacob Wolters. Toen nog Jaap Wolters trouwens. Nou, daar keek ik enorm tegenop. Maar ja, goed. Als ik het toch over de Wolters familie heb. Ik vind het verdiept. Jammer dat Marcel er niet is. Want die had dit heel graag meegemaakt, denk ik. Maar goed, dan volgend jaar doen we daar weer een keer over. Ik heb aan mij als voetballer heb ik niet zo verschrikkelijk veel gehad. Ik heb in de jeugd wel een jaar in C1 gevoetbald, maar daarna via B2, A3, A4. Volgens mij heb ik bij Ger Rijkendal in de elftal gevoetbald. Aan de lopen Gerard Visser, dat soort mensen. Bekende clubgenoten van toen. Mijn leukste periode bij Bikwik is eigenlijk altijd in het jeugdwerk geweest. Het jeugdleider, jeugdtrainer ook nog een tijdje, vaak de lagere groepen. Tegenwoordig krijgen de jeugdtrainers prachtige vergoedingen. In die tijd kreeg ik aan het eind van het jaar van Jacques Cacona een mooie boekenbon van 25 gulden. Maar dat deed je toch omdat je had er verschrikkelijk veel plezier in. En je had een grote gevoelde groep hier bij Bikwik. Er zitten een aantal bij mij aan tafel. Ik ben afgelopen week met een aantal mensen daarvan naar Barcelona geweest. We hebben ook de wedstrijd Barcelona-Sevilla meegemaakt. Het was een fantastische ervaring. Een van de andere mooie punten, Jan van der Meulen hebt het er al over. En Willem Lanjan zit hier onder meer ook. Was een trip naar Tanzania. En ook net zo mooi een half jaar later, een tegenbezoek van Tanzanianen hier. Ik heb dat allemaal mogen meemaken, ik heb er verschrikkelijk van genoten. Dus ik vond het heel leuk. Tegenwoordig, ja, ik ben erg veel, mag graag bij jeugdvoetbal kijken. Ik ben vanmiddag ook op de Essenberg, niet alleen bij A1, maar ook op veld 8 waren. B6 tegen Kloosterburenvoetbal vind ik altijd leuk om even te kijken. Maar ook wedstrijden van het eerste elftal. Er is een tijd geweest dat ik ook mee ging naar uitwedstrijden. Dat is eventjes stopgezet. Maar wie weet ga ik dat in de toekomst weer doen. Maar ik kan wel zeggen dat ik ook de laatste jaren enorm geniet van de enorme inzet en de geweldige prestatiedrang die de eerste selectie tentoonspreidt bij Bikwik. Hetzelfde geldt voor de diverse jeugdselecties, maar ook voor het lager voetbal. Ik vind het allemaal hartstikke leuk en heel erg geweldig. Er zijn altijd wel dingen die beter kunnen, er zijn altijd wel dingen die anders kunnen. Maar goed, het is, dat is weer een ander verhaal. Wie weet komt er ook nog eens ruimte voor. Ik wil het bestuur en de mensen van 35PLUS, hoe heet het, de tegelcommissie zal ik maar noemen. De tegelclub wil ik graag bedanken voor de manier waarop dit allemaal weer opgezet is. Dus bedankt. Ja, sorry.